Goedendag en hartelijk welkom bij de laatste uitzending van Autisme TV. De vijfde aflevering in de Week van Autisme. Waarin, dat viel mij op, veel aandacht is geweest in de media voor autisme. En volledig terecht natuurlijk. Wat gaan wij doen in deze laatste uitzending? Er is veel aandacht voor zelfmanagement. Zo zijn er hulpmiddelen waarmee je je kunt wapenen tegen stress. Er is bijvoorbeeld deze bodyguard. Die hoort normaal onder je kleding. Nou, daar zit hij dus nu niet. Ik kan me gaan uitkleden, maar ik weet niet wat ik dan bereik op YouTube. Maar dat hoort dan ongeveer hier en daarmee kun je dan het stressniveau in je lichaam meten. Want mensen met autisme hebben veel en snel last van stress. Nou, hoe dit apparaatje kan helpen, dat horen wij straks. Verder gaan we het hebben over het zorgplatform Qli. En de belangrijkste issues in de toekomst. Wat staat de NVA te doen? En ook zal er aandacht zijn voor de werkgroep vanuit autisme bekeken. Heeft u nu tijdens of na de uitzending behoefte om te bellen? Dat kan ook vanavond. We hebben er weer mensen klaar voor zitten. Het nummer is nog steeds hetzelfde, net als de afgelopen dagen. 026-3333, dus 4×3-037. Ik wil u graag voorstellen aan de gasten van deze vijfde uitzending. Een bijzonder hartelijk welkom, Wim. Hallo. Wim Brunenberg, werkzaam bij VWS. Heeft de autisme in de portefeuille, zo mag ik toch wel zeggen? Ja. In de pocket ook, of is dat te veel gezegd? Nou, wij zeggen gewoon portefeuille. Het dossier hebben wij. Ja, maar als je het in de pocket hebt, dan heb je daar alle macht over, hè? Nee, zo werkt het niet. Je bent secretaris van de werkgroep vanuit autisme bekeken. Is ingesteld door de vorige staatssecretaris nog, Marlies Veldhuizen van Santen. De huidige staatssecretaris, heeft hij wat met autisme? Ja. Martin van Rijn? Ja, maar we hebben het wel voor de zekerheid even gecheckt. We hebben bij hem zijn we op audiëntie geweest met de voorzitter die bij de eerste uitzending van deze week aanwezig was. Mat van der Rijden? Nee, dat was Merel van Vroonhoven. Oh, Merel van Vroonhoven is. Die was, we zijn bij hem langs gegaan en hebben hem gevraagd van nou, steun ook jij het voorstel, het idee van je voorgangster. En dat heeft hij volmondig gedaan. Hij ziet daar allerlei mogelijkheden. Hij is ook erg geporteerd voor de inbreng die de werkgroep zou kunnen hebben bij de trajecten die hij moet gaan doen. Hè. Er moet veel van de zorg moet naar de gemeente toe, gaat naar de gemeente toe. Daar verwachten we veel van in het kader van de transitie, zoals dat dan zo mooi heet. Ja, vreselijk woord vind ik. Vreselijk gewoon woord. De overgang gewoon naar de gemeente. Het moet gewoon naar de gemeente en dan hopen wij veel dingen beter mee te kunnen regelen. Maar rapporteren jullie vaak? Zitten jullie vaak bij hem op de thee om te praten over autisme? Nee. Zo werkt het ook wel niet. Weet hij veel van autisme? Dat zou je hem zelf moeten vragen, dat weet ik niet. Ja. Hij is zelf niet autistisch, hè? Nee. Dat is enig twijfel, maar... werken er veel mensen met autisme op het ministerie? Ongetwijfeld. Je vindt ze overal, bij alle bedrijven, dus waarom niet bij het ministerie? Nou ja, dossierpluizers bijvoorbeeld. Ja, ongetwijfeld. Ja. Ja. Nou, wij praten straks verder over wat jullie uiteindelijk willen bereiken. Saskia Timmer, ook hartelijk welkom. Werkt onder andere voor Dr. Leo Kannerhuis. Houdt je bezig met zelfmanagement, e-health. Daar heb je ook boeken over geschreven. Wat ik wel opmerkelijk vond, was volgens mij een blog uit maart. Waarin jij schreef over een lezing die je hebt gegeven op een congres voor VMBO en MBO docenten. En ik denk dat er iets van 250 deelnemers waren op dat congres. Jij gaf een lezing en raad eens hoeveel mensen jouw lezing bezochten. 7 in totaal. Toen dacht ik, wat betekent dat? Ja, nou dat vroeg ik me ook af. En, maar eigenlijk betekent het dat het heel erg nodig was dat ik daar stond. Ja. Omdat het onderwerp gewoon nog niet leeft in het onderwijs. Onvoldoende leeft in het onderwijs. Waardoor die studenten, eigenlijk de zorgverlener van de toekomst, het ook niet meekrijgt. Wat ontzettend jammer is. Hè? Ja. Dat is een enorme werk aan de winkel. Omdat dat juist het onderwijs kan ondersteunen natuurlijk. Ja. Dat waren alle 7 overigens aan het eind met mij eens. Maar goed. Nou, als dat maar ambassadeurs zijn geworden, dan heb je wel weer wat bereikt. Praten we straks verder over e-health en zelfmanagement. Ook hartelijk welkom Koen Teppema. Bestuurslid van de NVA, vrij fris bestuurslid, hè? Net, Nederlands Vereniging van Autisme. Telt nu zo'n 15.000 leden. Ja. Dat zijn mensen met autisme, maar het zijn ook ouders. Ja. En dat ben jij ook. Jij bent vader van Hidde. Ja. Is nu 22. Hidde is 22, ja. Nee. Heel even hoe jullie erachter kwamen dat Hidde een jongen was met autisme. Ja, dat is een beetje een vreemd proces geweest. Wij waren net verhuisd van Londen naar Parijs.
En ik zat in die tijd 6 weken in Cameroen en dan 1 week thuis. Ja, je werkte in die tijd al bij een bank die nog wel eens wat problemen heeft tegenwoordig met de internet. Ik werkte voor de tweede grootste bank in het land, in Cameroen. Ja. Dus dat was een moeilijke tijd voor ons, omdat mijn vrouw ook wel zag dat Hidde anders was als andere kinderen op school. Dat hij dus niet kinderen opzocht om mee te spelen, maar ze eigenlijk zag als objecten. En dat was natuurlijk ander gedrag als wat wij van onze 2 oudere dochters gewend waren. En als Mayo dat met mij besprak, als ik dan die week thuis was, dan zei ik van Mayo, dat is helemaal niet waar. Dat komt gewoon omdat het Frans heel anders klinkt dan het Engels. En daar verzet hij zich tegen. Dus ik ben wat langer in denial geweest, zoals dat heet. Ja, maar je weet dan, het aan het feit dat je steeds verhuisde. Ja, dat dachten we. Maar op een gegeven moment, toen Hidde denk ik 7 was, toen was het wel zo duidelijk dat hij niet een normaal ontwikkeling doormaakte. En toen zijn we gaan speuren. En eerst denk je aan neurobiologie of je denkt dan aan de neurofysiologie. Dat daar iets is, maar dat vonden ze alsmaar niks. En op een gegeven moment heeft mijn vrouw heeft een artikel gelezen over het Sunrise Instituut in Boston. En dat is eigenlijk een heel mooi verhaal. Dat is een moeder met een zoon die echt volledig autisme had. En die zat op de badkamer alleen maar met een schoteltje te draaien. En op een gegeven moment heeft ze het idee gehad om dat ook te gaan doen met die jongen in de badkamer. Dat heeft ze maandenlang volgehouden en op een gegeven moment begon hij tekenen te laten zien, hè, dat hij dus uit zichzelf kon treden. En wat hebben jullie dan gekopieerd daarvoor? Nou, wij zijn er een week naartoe geweest met Hidde. Hidde heeft dat datzelfde moeten doen. En wij hebben, toen wij thuis kwamen, hebben wij een prikkelvrije ruimte ingericht op zolder. Met een doorkijkraam, wat aan één kant onzichtbaar is en aan de andere kant doorheen kon kijken. En daar hebben we met stagiaires, ook van het Sunrise Instituut, hebben wij Hidde daar een aantal uren per week laten spelen in een prikkelvrije ruimte. En dat is eigenlijk het begin geweest van dat wij wisten hoe we daarmee om moesten gaan. Maar het gaat nu heel goed met Hidde. Hij is 22 en wat bijzonder is dat hij nu in een gebouw woont, een appartementencomplex. Mm-hmm. Begeleid zelfstandig, mag ik het zo zeggen. Maar dat is een complex wat jullie als ouders hebben gerealiseerd. Ja. Ja. Waarom? Was er niks voor hem dat jullie dat uit nood hebben gedaan? Niet uit nood, maar wij hebben in 2009 zijn we in contact gekomen met de Stichting De Grasboom. En die hadden toen al 2 projecten in Utrecht lopen. Die precies dezelfde zijn opgezet zoals de Stichting Exploitatie Hilversum. Wij hebben dat voorbeeld gevolgd. En we zijn begonnen en we hadden geluk dat we bij Dudo Wonen vrij snel een allocatie kregen. Want het hebben van een locatie is heel lang is dat een probleem geweest. En daar wonen nu allemaal jongeren met autisme? Daar wonen nu 8 jongeren, dus 7 jongens en 1 meisje. Allemaal met een vorm van autisme. En die hebben zo'n 70, 80 uur per week begeleiding van Sherpa. Dus de zorgleverancier. En wij zien nu al, na een jaar, zien wij al een verandering ten positieve van de bewoners. En dat ze op weg naar zelfstandigheid zijn. Dit zijn de woonvormen die we iedereen graag wensen. Hè? Wim, ik zat jullie website te bekijken, vanuit autisme bekeken. En dan zie je wat reacties van mensen. En regelmatig kwam dit onderwerp wel voorbij. Ja. Hè, dat men bang is. Ik las een reactie van een moeder die zei, onze oudste zoon, die woont in een soortgelijke situatie als uw zoon. Maar ik ben bang dat onder de huidige omstandigheden, met alle bezuinigingen en veranderingen van zorgzwaartepakketten enzovoort, onze jongste zoon, die hetzelfde heeft, dat niet meer zou mogen. En we zien hoe gelukkig onze oudste zoon is. Gaat het echt die kant op? Is die zorg terecht? Ik vrees dat die voor een deel terecht is. Er zal veel veranderen. Er zijn natuurlijk afspraken gemaakt in het nieuwe regeerakkoord. Dat zal ook betekenen dat we
aan de kant van de woonzorg zoals die dan nu vormgegeven is, grote veranderingen zullen gaan plaatsvinden. Mm-hmm. Er ligt nog geen brief van de nieuwe staatssecretaris waar die zijn totale beleidsvisie uiteen gaat zetten. Maar ongetwijfeld zal ook daar in lijn met het regeerakkoord een aantal antwoorden gegeven worden. Maar dan gaan jullie toch wel heel snel op de thee bij Martin van Rijn. Precies, als werkgroep zullen wij natuurlijk precies volgen wat hij in zijn visiestuk gaat schrijven. En dan zullen we hem zeker ook zeggen van, want we zijn een onafhankelijke werkgroep. We zullen zeker tegen hem zeggen van luister eens Martin, dat zal wel betekenen dat er dan voor Hidde bijvoorbeeld gevolgen zijn. En dan zal die dus iets anders moeten gaan verzinnen. Nou, dat is niet wat wij wensen met z'n allen, denk ik, in Nederland. En dan zal daar een oplossing voor moeten komen. Ja, want dit is een vorm waar veel jongeren heel, en misschien ook wel ouderen met autisme, mm-hmm, bijzonder gelukkig bij zijn. Ja. En blijkbaar dus ook zich in ontwikkelen. Ja. En een relatief goedkope vorm van zorg ten opzichte van de zorg die we in natura, zoals dat dan heet, aanbieden. Want ik heb me laten vertellen dat het dus de helft goedkoper is. Ja, nou, in ieder geval, je krijgt 70% van het budget. Goed, op de barricades, als als hier een stokje voor gestoken wordt. We zeiden net, je bent net fris NVA-bestuurslid. En die heeft best een rumoerig jaar achter de rug. Ja. Het is ook wel een beetje gemopperd in de achterban. Je bent er fris ingestapt, ook als ouder. Wat zeg jij nu? Wat moet de NVA doen? Waar heb je als ouder behoefte aan? Laat ik het eerst zeggen dat ik niet de enige ben die bestuurder is van Verse. Want Merel is ook ongeveer dezelfde tijd. Merel Vronover is in het bestuur van de NVA gaan zitten. Ja, onze gast van de eerste uitzending. En ook de voorzitter is redelijk nieuw. Dus we zitten met z'n drieën, met een aantal mensen die dus al wat langer in het bestuur zitten. Hebben we ons gebogen van, jongens, hoe gaan we dit nou, hoe gaan we hiermee om? En ik denk dat het twee. En jullie vinden wel terecht de kritiek vanuit de achterban van. Ja, we moeten tegenwoordig die NVA ons nog wel? Ja, ik denk dat waar het misschien minder goed gegaan is, is dat het landelijk bureau is een beetje de voeling met de regio kwijtgeraakt. En wij hebben als bestuur meteen gezegd van, joh, met de verandering naar de WMO is het op lokaal niveau waar de invloed van de NVA het hardste moet gaan gelden. Want daar moet het gebeuren. Dus wij hebben gezegd, als eerste punt trekken we de banden met die regio's aan. En dat is, vinden wij heel erg belangrijk. Daarnaast is natuurlijk het feit dat de NVA de spokesman is, of spokesperson is in Den Haag, is een functie die wij heel belangrijk vinden. Omdat wij vinden dat autisme nog steeds niet goed begrepen wordt. Ook op politiek niveau. En wij denken als NVA dat wij met één mond moeten spreken. En de belangen van onze mensen met autisme moeten behartigen. Ja, je ziet ook dat Den Haag dat eigenlijk verlangt. Hè? Den Haag roept steeds, we willen niet met heel veel kleine partijtjes spreken. Logisch. We willen eigenlijk maar met één iemand aan tafel. En dat is een rol van de NVA. Dus vandaar dat jullie zeggen, de NVA is heel belangrijk. De NVA moet dan ook zijn achterban echt vertegenwoordigen. Dus jullie gaan nu ook de boeren op, geloof ik, hè? Bij al die regio-kantoren. Ja. Ik ben zelf, was er een opening van het Autisme Information Centrum in Haarlem. En daar ga ik dan naartoe en maak ik kennis, ook met gemeenteambtenaren. Maar wat is nou het belangrijkste waar de NVA zich de komende jaren op moet richten? We hebben het net even over die woonvoorziening gehad. Dat lijkt mij zo'n speerpunt misschien. Wat zijn jullie speerpunten? Speerpunt is voor dit jaar is dat wij ons focussen op de omslagmomenten die autisten in hun leven meemaken. Dus van thuis naar zelfstandig wonen, van zelfstandig wonen of van school naar werk. Dat zijn omslagmomenten in het leven van een autist waar wij dit jaar heel erg op focussen. En verder? En verder, ja, wij moeten die spokesperson functie, die moeten we echt gewoon beter uitwerken. Jullie willen net zoveel miljoenen als de Alzheimer. Precies. Ja, dat is duidelijk. Ik zou bijna zeggen, daar krijg je enorme stress van, denk ik. Maar dat komt dan vast wel goed. Nou, succes daarmee. En praat zo even samen door op de andere onderwerpen. Ja. Ja, het begrip zelfmanagement, dat duikt steeds vaker op in de zorg. Te pas en te onpas zou je kunnen zeggen. Ook rondom de zorg voor mensen met autisme. De vraag is, waar heb je het dan precies over zelfmanagement? Nou, als iemand dat moet weten, is het wel Saskia Timmer. Toch?
Ik hoop het. Ja, ja, ja. Want zelfmanagement, heel eenvoudig vertaald zou je kunnen zeggen, ja, mensen moeten goed voor zichzelf zorgen. Ja. Maar dat is volgens mij te simpel. Ja, toch? Nou zeker bij autisme denk ik. Kijk, zelfmanagement gaat eigenlijk niet alleen maar over het zelf doen. Het gaat eigenlijk over goed voor jezelf zorgen, maar heel vaak als je een chronische aandoening hebt of als je autisme hebt, doe je dat samen met anderen. Maar waar het om gaat is dat als je autisme hebt, dat je eigenlijk in staat bent om zelf je autisme te kunnen managen. Je moet daarmee het is weer iets omgaan. Anders dan waar we het gisteren met Astrid over hadden. Dat ging over autismezorg 2.0. Of ligt het in het verlengde van elkaar? Nou, het heeft zeker met elkaar te maken. Omdat ik denk dat autismezorg 2.0, en daarbinnen worden eigenlijk ook middelen ontwikkeld. En je hebt ook middelen nodig om je autisme te kunnen managen. Sommige mensen met autisme hebben geen steun nodig. Of heel minimale steun. Die kunnen dat prima zelf. Maar er zijn heel veel mensen met autisme die op enig moment of op meerdere momenten, bijvoorbeeld bij de transities die net genoemd werden, bij de overgangsmomenten van basis naar middelbare school, naar allerhande overgangsmomenten, steun nodig hebben van iemand uit hun omgeving. Of steun nodig hebben bij het oplossen van voorkomende problemen. Allerlei dagelijkse werkzaamheden, allerlei dagelijkse taken. Nou, als je daar voortdurend afhankelijk bent van iemand anders, het woord zegt het al, dan ben je afhankelijk. Terwijl ik denk ook iemand met autisme wil zelfstandig in het leven staan. En als je dat via zelfmanagement, dan heb je de regie eigenlijk in eigen handen. Dan ben je niet afhankelijk. Ik bedoel, dan heb je de hulp wel nodig, maar je bent niet afhankelijk. Nou ja. En jullie zeggen ICT kan daar heel erg mee helpen. Jullie hebben een soort platform ontwikkeld, hè? Qly. Ja. Ik vind hem wel schattig klinken, Qly, maar het is gewoon afgeleid van quality of life. Hè? Klopt. Ja. Ja, omdat het daar ook om gaat. Het gaat om je kwaliteit van leven. Het autisme kunnen we niet wegnemen, maar we kunnen wel zorgen dat je je kwaliteit van leven verbetert. En dat je zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Laat eens zien. Is moeilijk om natuurlijk in een paar seconden even uit te leggen wat Qly is, maar... Nou, ik kan er in ieder geval iets van laten zien. Kijk, Qly is een netwerkplatform. En wat je hier nu ziet is mijn pagina. Ik heb dus een Qly-account aangemaakt. Ja? En in mijn Qly-account kan ik contacten aanmaken. Het is een beetje vergelijkbaar met Facebook, waar ik ook relaties kan maken. En tegelijkertijd zit er een heel groot verschil. Dit is veilig en het is niet openbaar. Alles wat in Qly staat is besloten, is privé, tenzij je kiest om het te delen met maar iemand. Maar wat staat er dan in Qly? Nou, wat ik er zelf nu bijvoorbeeld ingezet heb, want wat erin staat is wat ik erin zet of wat ik kies. Ik kan het zelf inrichten, dus ik heb hier bijvoorbeeld mijn contacten, maar ik heb hier ook een tab. Ik heb mezelf even opnieuw aanmelden. Hier heb ik een tab waarin ik dingen deel over mezelf, bijvoorbeeld mijn moodbox, waarin ik laat zien hoe ik me voel. Ik kan een stemming aanklikken en ik kan er een korte toelichting bij geven. En zo komt er een overzicht bij hoe ik me voel op verschillende dagen. En daar kan ik anderen toegang toe geven. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld u mee zou kunnen lezen. En dan kan iemand anders op afstand meekijken hoe ik me voel. En eventueel ook een tip geven. Stel dat ik als jongere, als puber schrijf, goh, we mogen eerst een stage lag, ben ik zenuwachtig voor. Dan kan een docent of misschien een vriend, die kan een steunend berichtje plaatsen. Dus in een veilige omgeving zeg je in feite hoe je je voelt? Ja. En zo kun je allerlei persoonlijke dingen delen, maar je kunt ook heel praktisch jezelf ondersteunen. Voordat we dan met de uitzending begonnen, iets heel grappigs vertelde over die moodbox. Want die werd gebruikt voor een moeder. Dus niet zozeer voor het kind met autisme, maar voor een moeder die altijd zo breedsprakig was. Of hebben we dat verhaal verkeerd begrepen? Nou, de moodbox werd gebruikt door een cliënte. En die had zelf bedacht dat ze hem ging gebruiken om aan de psychiater te laten zien hoe haar stemming veranderde. Oké. En zo kon de psychiater op afstand meekijken, zeg maar, als ze dan de medicatie afbouwde of er nou ook iets veranderde in haar stemmingen. En die moeder, dat is ook wel een aardig verhaal, die moeder die is gaan werken met dagboeken. Dat was een beetje een breedsprakige moeder, die altijd heel veel tijd nodig had om haar verhaal te doen aan de behandelaar. Waardoor er eigenlijk je niet toekwam aan de behandelinhoud. En die behandelaar is met die moeder gaan werken met een dagboek in Qly, waardoor die moeder haar verhaal kwijt kon in Qly. En op het moment dat de behandelaar bij haar was, al meegelezen had en meteen veel beter to the point kon komen. En dat werkte voor beide heel goed. Nou hebben we het gisteren over ook ICT-coaches gehad, hè? Over online cursussen. We hebben een stukje laten zien over vrije tijd. Hoe zorg je dat je huishouden geen rommeltje wordt. Ja. Past dat ook allemaal in Qly? Ja, het zijn eigenlijk allemaal ondersteunende applicaties. En er zit in Qly een App Store. Wat ik zei net, belangrijk is, je kunt hem op maat maken.
We willen vooral mogelijkheden aanbieden. Want wat bij de ene persoon past, past niet bij de ander. En de ene persoon met autisme heeft iets anders nodig dan de andere. Dus we hebben een app store erin, waar je keuze hebt uit verschillende applicaties. En zo kan bijvoorbeeld ook zo'n game erin. Of kun je denken aan de verschillende coaches die erin zet en die je dus zelf kunt toevoegen. Als je denkt, nou, ik heb daar ondersteuning bij nodig, kun je die selecteren. En is dit alleen ontwikkeld voor mensen met autisme? Het idee is van oorsprong bedacht voor mensen met autisme. En al heel snel kregen we de vraag, maar is dat niet ook bruikbaar voor mij? Ik heb niet aangeboren hersenletsel. Of iemand die ik ken, die heeft niet aangeboren hersenletsel. En zo zijn we gaan nadenken over hoe we dat zouden kunnen verbreden. We zijn nu aan het voorbereiden, zeg maar, dat het landelijk beschikbaar komt rond de zomer. Maar er zijn al cliënten, jongeren of ouderen die hiermee werken? Ja. En wat is de ervaring? Ja, de ervaring nu is positief. Dat mensen het gewoon ook makkelijk vinden. Jongeren die zeggen, nou, ik vind het prettig. Ik kan nu bijvoorbeeld al een chatberichtje sturen naar mijn behandelaar. Als ik me rot voel, en dan weet ik gewoon dat het aankomt bij die behandelaar. Want die behandelaar krijgt gewoon een notificatie daarvan. En dan kan ik het loslaten. Nou, dit soort ervaringen, zo'n moeder ook, zo'n cliënte die bedenkt hoe ze de moodbox gaat gebruiken. En ja, ik vind dat een hele mooie voorbeeld. Is het iets voor Hidde? Dat zou ik zo niet weten. Hidde is over het algemeen een heel vrolijk jong. Kan wel vrolijk zijn om Curie te gebruiken. Nee, maar ik bedoel, hij heeft geen last van stemmingswisselingen en zo. En in het taken ondersteunen? Wat we, nou ja, wat wij ja, dat wel. Daar zou het wel goed in zijn. Als ik dus een praktische blokje pak, dat zou hij wel kunnen gebruiken. Ja. En dat zie je natuurlijk bij meer mensen met autisme. Dat organiseren, taken uitvoeren, plannen, dat een lastige is. Nou, dat kun je hierin doen. Op de computer, maar ook op je mobiel. Nou, misschien een aardig laatste ding is dat we, want het is natuurlijk de vraag, hoe doe je dit goed? Hè? We hebben ook nog het aspect gamification toegevoegd. Eigenlijk op een hele speelse manier zorgen dat je het blijft gebruiken. Je kunt punten verdienen. En aan die punten kunnen ouders bijvoorbeeld ook weer beloningen koppelen. Nou. Noem eens een voorbeeld dan. Bijvoorbeeld, stel ik zou moeten leren om wat vaker de was te doen. Zodat mijn kamer niet zo'n puinhoop wordt. Dan kan ik dat als taak erin zetten. En iedere keer als ik dat goed doe, dan kan ik dat afvinken. Krijg ik daar punten voor. Die heeft bijvoorbeeld mijn begeleider of mijn vader of moeder voor mij klaargezet. En dan kan er ook, kun je klaarzetten dat als ik daar nu 50 punten mee verdiend heb, dat we bijvoorbeeld gezellig koffie gaan drinken of naar de film toe gaan. En zo kan ik ook zien waarvoor. Heb jij kinderen, Wim? Ik zie brede toepassingen. Ja, ik zag jou kijken en volgens mij dacht jij hetzelfde als ik. Nou, dat kunnen wij thuis ook toepassen. Ja, precies. Of voor collega's misschien. Ik heb voor de zomerste keer inderdaad de kleding opgeruimd. En ja, dat lijkt me ideaal. Ja. Is dit technologie klinkt misschien raar, maar die Den Haag lucht geeft? Ja. Hier zetten we ook als werkgroep, dit is echt een van de speerpunten, ICT, maar ook domotica, dus handige techniek in en om het huis, in de woning. En dat zou ook voor Hidde heel goed kunnen werken, vermoed ik. Daar zitten echt heel veel kansen om uit die klem te komen van de centen waar we nu in zitten. We moeten minder geld met z'n allen uit gaan geven aan de gezondheidszorg. Dan moeten we dus slimmer gaan werken. Nou, wat zou dan de beste oplossing zijn? Natuurlijk gewoon minder mensen uren inzetten, maar die mensen tegelijkertijd wel kwaliteit van leven geven. Daar gaat het toch? Ja, ik ben dan altijd wel weer sceptisch. Dan ben ik zo bang dat straks de politiek gaat zeggen van, nou, maar we hebben toch de ICT. Natuurlijk. Ja, elk nieuw dingetje wordt omarmd. Maar hier zitten toch ook echt kansen in. Daar gaat het om. Ja, en achter die ICT zitten nog steeds mensen. Hè? Want een netwerk heb je niet zonder mensen. Alleen je benut ook de kracht van de ICT. Op het moment dat we iets van intelligentie daarin kunnen stoppen, zodat er geautomatiseerde coaching ontstaat, dan ontlast dat ook de familie en de mantelzorger. Het ontlast ook de zorg. Maar we zullen ook de zorg nodig hebben. Dus het gaat in de combinatie. Ik denk dat begeleiders dit snel zullen omarmen. Want het maakt hun werk veel makkelijker. Maar dit zou dan, we hadden het net over de lezing die jij gegeven hebt en de constatering die meerdere maken dat het onderwijs in die zin nog achterloopt met het toepassen van e-health of ICT toepassingen. Want dit zou je toch ook op een middelbare school of een basisschool heel goed kunnen gebruiken. Ja, en je ziet natuurlijk dat die basisscholen ook enorm digitaliseren. Basisscholen, middelbare scholen wel in de leersystemen, maar het wordt nog niet de vertaling gemaakt naar het beroepsonderwijs. Want hoe zou je zoiets kunnen inzetten op een middelbare school? Nou, als ik denk aan jongeren met autisme, dan zou ik zeggen, start zo vroeg mogelijk met het vullen van zo'n portaal. Ik denk in de toekomst gaat het zo zijn dat cliënten van het Kannenhuis, die komen met een digitaal portaal onder hun armen. En die zeggen, als je iets van mij wil weten, dan krijg je van mij een machtiging. Dan mag je meelezen op dit stuk, dit deel ik met jou.
En dan kom ik op gesprek. We gaan op die manier eigenlijk de hele papieren molen ook vervangen. Ja. Ik heb hier van alles liggen. Ik ben zo benieuwd wat je daarvan vindt. Maar daar gaan we het nu over hebben. Okay. Ja. Ja, nou vergeet ik hem weer eigenlijk. Je zou hem toch... Het is die bodyguard, hè, waar ik het in het begin van de uitzending over heb. Dat is dus een stressmeter. Ik ga het toch gewoon proberen. Wacht even hoor. Ik heb hem richting mijn hart. Zit links, hè, mijn hart. Ja, ik haal links en rechts. Ik haal links en rechts altijd voor elkaar. Nee, ik hou hem gewoon even zo vast. Want er helemaal omheen, dat gaat me niet lukken. Maar dat zit dan, dit zit dan hier. Dat ziet u dan niet meer. Het zit een beetje hier, ziet u. Zo, hier. Vak, strak. En dit hoort dan bij dit apparaatje. Dat heet een Pebble. Nou, het feit dat het nu rood is, betekent dat ik enorm onder de stress zit. Ja, dat is misschien ook wel zo, want hij is nu in gevecht met mijn BH. en ik denk, hoe krijg ik dat ding nou weer terug? Dus als dit rood is, dan zegt je lichaam dus, je hebt stress. Want dat maakt dus connectie met... wacht even, ik ga hem er even onderuit halen. Zo. Ja. Hij zit echt vast. Nou, goed. Ja, dit. Daar hebben we de bodyguard weer. Dus die bodyguard maakt connectie met deze Pebble. En wat is nou het leuke daaraan? Is dat je dus... Want dat is het probleem wel eens met mensen met autisme. Die hebben zelf soms niet door dat ze alsmaar doorgaan. En dat ze dan eigenlijk onder de stress zitten. Nou, dit ding. Kijk, ik ben weer helemaal rustig. Hè, ik ben helemaal weer rustig. Het is groen. Dit ding geeft aan, deze Pebble. Als die rood wordt, dan heb je stress. Kijk uit, onderneem actie. Bijvoorbeeld, neem even pauze. Dus dat betekent dat zo'n apparaatje, zo'n bodyguard, samen met zo'n Pebble, wat meer vat krijgt op je leven. Op de wijze waarop je eigenlijk het leven wat lichter kan maken. Lisette Verhoeven is onderzoekster bij het Dr. Leo Kannerhuis, want die heeft dit ontwikkeld en weet veel van stress. Zij vertelt waarom het belangrijk is om meer inzicht te krijgen in lichamelijke stressreacties bij mensen met autisme. Stress is iets wat we allemaal wel eens ervaren in ons dagelijks leven, waarvan we allemaal ook af en toe wel merken hoe het je kan hinderen in je functioneren. En we weten dat mensen met autisme ook vaak stress ervaren. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat een nieuwe situatie waar er veel nieuwe informatie en nieuwe prikkels op je afkomen, dat het juist voor mensen met autisme veel stress kan opleveren. En daarbij weten we vanuit onderzoek ook dat stress invloed heeft op een aantal kenmerken van mensen met autisme. Bijvoorbeeld, als je veel stress hebt, ben je minder goed in staat om de sociale interactie met iemand anders aan te gaan. Dus dat beïnvloedt ook je sociale functioneren. Daarbij is het wel zo, wat we ook weten, dat mensen met autisme allemaal heel erg verschillen van elkaar. Dus ik denk ook niet dat het zo is dat stress bij iedereen met autisme op dezelfde manier een rol speelt. Maar op dit moment weten we eigenlijk nog onvoldoende over hoe dat precies zit om er in de behandeling goed rekening mee te kunnen houden. Dus op dit moment zijn we bezig om middels onderzoek daar meer inzicht in te krijgen. Dat doen we enerzijds door het in de praktijk met de bodyguard aan de slag te gaan en aldoende te leren. Anderzijds door het doen van een aantal wetenschappelijke studies. En we hopen daarmee meer inzicht te krijgen over bij welke mensen met autisme speelt stress nou een belangrijke rol. Wat zijn de verschillen tussen mensen met autisme in stress? En hoe moeten we daar dan rekening mee houden in de behandeling? Bijvoorbeeld door meer inzicht te krijgen in bij welke autismekenmerken is stress nou echt een belangrijke factor. Verhoeven, ik zag jou knikken, ja. bij mijn uitleg. Knikte je omdat je dacht, nou, dit is ook weer zoiets moois wat eigenlijk de data kan opslaan in Qlee? Ja, nou ja, het is een heel mooi middel, zeg maar, omdat het je persoonlijk feedback geeft, zeg maar. En dat kan inderdaad ook in Qlee. En daarmee krijg je overzicht over je stressniveau en het is daarmee ook lerend. En op het moment dat je het in Qlee integreert, kun je ook, zeg maar, de verbinding gaan maken, doordat we de data van de verschillende apps kunnen uitlezen, met bijvoorbeeld je agenda, waardoor je misschien ook meer gaat snappen van je stressmomenten. Mm-hmm. Ja. Ja, je zit te knikken. Hm? Dit zie je wel voor je. Voorstellen, ja. Ja. Voor jezelf of ja, voor Hidde? Voor jezelf, ja. Ja, nou heb ik hier nog iets op tafel liggen. Dat is, ik zal hem er even bij pakken. Dat is een squeeze vest. Er zijn namelijk mensen, ik zal hem even aandoen. Even kijken of deze wel goed zit.
Waar zit het gat? Zo, ja. Nou, dat is een squeeze vest. Dat doe je dan aan. En vervolgens is het maat S, jongens. Ik heb XS. Nou, dan ga je dat, dicht ritsen. Het is meer een corset, hè? Zo, een Victoriaans corset. Volgens mij is het maat S. En die, ja, dat is lang geleden dat ik dat gehad heb. Dat doe je aan. Want er zijn mensen met autisme die het heel prettig vinden om druk op het bovenlichaam te voelen. Nou, bij Astrid lukt dit allemaal heel erg goed. En die gaat ons even tonen hoe je dit vest kunt gebruiken. Ik ben Astrid, ik ben 18 jaar en dit is mijn squeeze. Ik gebruik mijn squeeze tijdens het shoppen, leren, schrijven en als ik gestrest ben. Dankzij dat ik zelf de druk kan regelen met het handpompje, heb ik de controle over de druk over mijn lichaam. Ik kan me daardoor beter concentreren als ik leer en ben socialer in moeilijke situaties. Ik ben Astrid, ik ben 18 jaar. Astrid, 18 jaar en met een squeezevest waar ze zich heel prettig in voelt. Is dat met name bij jongeren? Of wordt dit ook gebruikt, weten jullie dat? Of wordt dit ook gebruikt bij ouderen? Geen idee. Is het iets, ja, ik vraag het maar steeds, maar is het iets voor jouw zoon dan? Ik moet eerlijk zeggen, dit is de eerste keer dat ik dit zie. Ik denk niet dat Hidde zich hierdoor prettiger zal voelen. Want hij heeft juist... Dat is misschien ook wel een beetje het keuzeaspect, hè? Want bij de een past pas niet bij de ander. En voor sommige mensen kan het schijnbaar goed helpen. Nee, maar dat is het mooie. Er zijn zoveel verschijningsvormen van autisme. Ja. We weten er nog zo weinig van. Ja. Ja, want je kunt jezelf ook oppompen, hè? Dus dat je het iets strakker voelt. Ja. En ik kan me voorstellen dat het ook een veilig gevoel geeft. Zoals mensen soms ook, als je ze ziet zitten, een kussen vastpakken. Hè? Ja. En goed omarmen. Het maakt je ook bewust van je lijf natuurlijk. Hè? Het is maar de vraag inderdaad, wat het doet bij iemand. Maar ik denk als het kan helpen, vind ik het ook mooi als je daar toegang toe hebt tot dat soort middelen. Ik denk dat is ook een deel van zelfmanagement, is dat je onderzoekt wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren. En ik vind het voorbeeld van net heel mooi aangeven hoe zij dat uitgezocht heeft. Ja. En zul je meer van dit soort hulpmiddelen in de toekomst zien? Dat verwacht ik wel. Ja, als je ziet hoe snel de techniek zich ontwikkelt en wat er allemaal mogelijk is, dan denk ik dat het alleen maar gaat toenemen. Ja, wat komt op dat vlak binnen bij jullie als werkgroep? Nou, vooral bij autisme zie je dat er een enorme diversiteit is. Dat is wat ze voortdurend zeggen. Ja. En, ze maken zich ook erg druk, en ik denk terecht druk, over inderdaad dat standaardbeeld wat er steeds gecreëerd wordt van mensen met autisme. En dat Rain Man verhaal wat voortdurend wordt wat verteld. Dus ik denk dat er inderdaad een enorme baaierd van mogelijkheden is, als het maar op maatwerk is. Wat hebben die mensen nodig? Dat is wat we voortdurend horen. Mijn zoon kan niet tegen aanraking. Mijn dochter heeft problemen met licht, met hard geluid. Een volgende heeft weer een probleem met gewoon het invoelen van wat de ander heeft. Dat is toch het grote opvallende thema wat ik voortdurend terugkrijg in de eerste maanden van die werkgroep van mensen met autisme. En ook dit soort data kun je waarschijnlijk hebben. Wanneer gebruik je het vest en op welke manier? Dat kan mooie data opleveren, ook in Qli. Ja, ik kan me voorstellen, als je daar in de toekomst bijvoorbeeld sensoren aan koppelt aan de binnenkant, dan heb je eigenlijk je stressmeter ook meteen gekoppeld. Dat is gewoon een sensor. En zo kun je natuurlijk nog veel meer gaan meten over jezelf. En Qli kan op je iPhone of op een andere telefoon, smartphone. Dat is natuurlijk ook nodig, want je wil eigenlijk ook gewoon altijd en overal ondersteund kunnen worden als je het nodig hebt. Dus het moet ook mobiel beschikbaar zijn. En dan heb je maatwerk. Ja. Maar kan maatwerk in de toekomst? Dat is de volgende vraag. Ja, autisme grijpt diep in op alle levensgebieden. Werk, relatie, onderwijs. Het is voor iedereen anders. Het is al vaak gezegd deze week. Voor iedereen maatwerk. Maar maatwerk kost geld. En dat is er de komende jaren juist wat minder. Waar liggen dan de oplossingen? Waar ligt de vooruitgang? Ook als het met wat minder geld moet. Wim Brunenberg, programmamanager bij het ministerie van VWS, zit hier ook als secretaris van de werkgroep vanuit autisme bekeken. Ik heb een leuk squeezevest aan. Dus als ik geen goede antwoorden van je krijg, dan ga ik me opblazen. Ik dacht dat ik hem dan aan moest doen. Ik doe deze. Ja, jij mag hem ook aan. Jou past die vast. Ongetwijfeld. Maatje S, ja zeker. Ik leg even dit squeezevest hier neer. Een squeezevest dat je kunt gebruiken, strak om je lijf kunt doen, waardoor je heel prettig voelt en waardoor je ook vaak goed kunt concentreren. Maatwerk noemen we bijvoorbeeld ook zo'n squeezevest. Wim Brunenberg, jij zit dicht bij het vuur.
Je werkt bij VWS. Mm-hmm. Die heeft een werkgroep ingesteld, vanuit autisme bekeken. Wat willen we uiteindelijk bereiken? Jullie werkgroep houdt op in 2014. Ja. Wat willen we uiteindelijk bereiken als het gaat om de zorg voor mensen met autisme? Inderdaad, maatwerk. Betere, slimme oplossingen die inderdaad met hetzelfde geld meer mensen kunnen helpen. Dat is wat we willen. We willen als werkgroep heel concrete dingen verbeteren. Niet alleen maar een mooi rapport opleveren, maar vooral die knelpunten die nu allemaal heel duidelijk in kaart zijn gebracht. Er liggen rapporten zat. Daar willen we aan werken om nou die oplossingen te genereren. Ja, we willen geen rapporten meer, hè? We willen geen rapporten meer. We willen van die rapporten komen tot concrete oplossingen. Wat ligt er nu dan, hè? Want jullie zijn in 2012 begonnen. Ja. Eind 2014 houden jullie weer op te bestaan. Ja. Wat ligt er nu? Er liggen nu bijvoorbeeld twee fantastische rapporten van de Gezondheidsraad, waar deskundigen, ervaringsdeskundigen, deskundigen uit de wereld van wetenschap, de hulpverleners allemaal bij elkaar hebben gezeten en hebben gezegd van dit zijn de knelpunten die er zijn, dit zijn de oplossingen die er mogelijk zijn, beste ministerie, ga daar wat aan doen. Toen kwam dat rapport, toen kregen we een economische crisis, help wat nu, dacht het ministerie. Er is geen geld, er is toen een keurige brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin dat ook uitgelegd is, maar er moeten natuurlijk toch wel dingen gebeuren. Dus gaan we eens met een werkgroep kijken van hoe kunnen we het met wat minder geld doen en hoe kunnen we nou slimme oplossingen verzinnen om toch te bereiken dat die knelpunten die deskundigen hebben bedacht toch opgelost worden. En wat is, hoe staat de pet nou op dit moment? Wat is jullie gevoel? En ons gevoel is, zeker na deze week, we hebben een heel goed werkgeverscongres bijvoorbeeld gehad afgelopen dinsdag, autismedag. Ons gevoel is dat er een enorme hoop energie is, een enorme hoop drive, vooral bij mensen met autisme zelf, om nu eindelijk eens een keer ook zelf aan de slag te gaan. Dat is denk ik ook heel goed, dat biedt allerlei kansen. Het ministerie zal natuurlijk daar heel goed naar gaan luisteren. En anders zullen wij als werkgroep hen wel attenderen op al die ideeën die er zijn. Bijvoorbeeld zo'n congres, hè? Ja. Want daar hebben we van de week ook aandacht aan besteed bij Autisme TV. Mede geïnitieerd door de NVA, Merel van Vroonhoven, die ook bij de NS werkt. Onze speciale verslaggever Gijs heeft er ook verslag van gedaan. Die zei, er waren werkgevers, er was belangstelling, allemaal hartstikke goed. Maar ik heb nog niet gehoord, nog niet iets concreets gehoord. Dus de vraag is nu, er is belangstelling voor. Werkgevers is uitgelegd hoeveel winst je ook kunt halen als bedrijf, als je mensen met een autistische aandoening zou aannemen. Mm-hmm. Maar nu? Nou, toen diezelfde avond, toen Gijs hier zat om dit allemaal te vertellen, was er nog een diner waar die CEO's van die bedrijven allemaal zaten. Ja, die moeten altijd eten. Die moeten altijd eten, ja. En dan is het belangrijk dat er een belangrijke persoon kwam. En die hebben we gelukkig ook bereid gevonden. Dat was Jetta Kleinsma, de staatssecretaris van Sociale Zaken, Werkgelegenheid. En die heeft ze daar voorgehouden van, beste mensen, dit is een fantastisch initiatief. Ik ben blij dat jullie zijn komen luisteren, dat jullie dingen willen doen. Maar ik zal tegelijkertijd ook die wet die er nu komt, hè, om mensen met een arbeidsbeperking. Dus die participatiewet. De participatiewet, die zal ik gewoon toch in gaan dienen. Daar ga ik even. Ik hoop dat ik hem niet nodig heb, maar ik zal in ieder geval toch bij de Kamer gaan indienen. Nou, dus daar zal een kleine prikkel zijn gegeven richting die CEO's om wat te doen. Nou, dat is de prikkel. Die maar goed, dat is 5%, hè? Maar dan hoeven dan niet per se 5% mensen met autisme te zijn. Nee, maar 5% is wel zoveel dat er denk ik heel erg veel mensen straks met een arbeidsbeperking aan de slag kunnen. Kan de NV, kunnen jullie daar nog een rol in spelen om zeg maar die werkgevers warm te houden en te enthousiasmeren om mensen met autisme aan te nemen? Maar dat is in ieder geval de reden geweest waarom we dit congres hebben georganiseerd. En we gaan laten het natuurlijk niet bij zitten. We gaan dit elk jaar doen. Ja. Dus we blijven pushen. Ja. En als werkgroep. Ik denk ook dat hoe meer we erover weten en hoe meer we research blijven doen, ook als NVA, hoe beter wij werkgevers kunnen laten zien wat je ermee kan. Ja. En als werkgroep hebben we inderdaad ook het aanbod gedaan om ambassadeurs, hè, mensen die zelf autisme hebben of daar heel veel ervaring mee hebben, om die ook in bedrijven langs te laten gaan. We hebben binnen de werkgroep Diederik Wever zitten, hij werkt bij Shell, hij is daar ingenieur, heeft Asperger, een vorm van autisme, en reist de hele wereld rond om mensen van Shell te vertellen over autisme en ook de positieve kant en de kansen te laten zien aan andere Shell-medewerkers, echt in India, in Saudi-Arabië, overal.
En dat doet hij nu ook straks bij andere bedrijven. Hij komt het straks ook bij VWS doen om inderdaad die autisten die daar wellicht zitten inderdaad uit de kast te krijgen. En op die manier toch gewoon te laten zien wat er mogelijk is met deze mensen en voor deze mensen. Wat mij opviel afgelopen week is dat we het vaak hebben, als je het hebt over mensen met een autisme, met mensen met autisme, is dat we het heel vaak hebben over kinderen en jongeren. Hè, dus ja, maar er zijn ook veel volwassenen. Twintigers. Ja. Maar wat ik gelezen heb is dat er steeds meer ouderen zijn bij wie een autistische aandoening wordt gediagnosticeerd. Ja. Hebben we dat in kaart? Weten we wat de behoefte is van deze groep? Dat weten we niet. Ik denk ook dat het een beetje te maken heeft met het feit dat ik denk dat autisme pas in 1947 voor het eerst benoemd is. Ja. Mm-hmm. Laat. Heel jong zo laat. Hè? En wat we nu steeds vaker zien, is dat het wordt bekender. Met ouders heb ik het meegemaakt in de stichtingen die van de Grasboom. Waarin uiteindelijk een ouder zei, maar als ik dat zo hoor en zie, dan denk ik dat ik het zelf ook heb. Ja. En die openbaring die komt dus dan pas. Maar is daar extra aandacht voor nodig? Ja, absoluut. Op welke manier? Het is, ja, jij zegt er uit de kast komen. Van, die meneer van Shell die had een heel mooi plaatje van een ijsberg. Hè, en we weten dus allemaal dat 19e van de ijsberg onder water zit. Mm-hmm. Maar dat had hij ook weer ingedeeld in mensen die het gewoon niet weten. Mensen die in denial zijn. Mensen die het wel weten. Maar die nog niet uit de kast durven komen. Mm. Maar dat is de populatie waar we mee te maken hebben. Ja. Maar we hadden het eerder over woonvoorzieningen, maar dat betrof uw zoon, maar die wordt straks ook ouder. Hebben we straks behoefte aan woonvoorzieningen? Ja, dat denken wij. Voor natuurlijk ouderen. Denken we daar nu al over na. Want de bedoeling is van het project, van de Grasboom, is om ze te begeleiden naar zelfstandigheid. Bij de eerdere projecten zijn nu al een uitstroom van vijf mensen per jaar. Dat zijn dus een totale van 15 man in een project. Dus we zien al dat er shifts komen. Waar wij nu aan denken als ouders, als vader van Hidde. Dus stel nou dat Hidde straks daar niet meer kan zijn. Dan gaan we proberen om een kamer of een huis of een flat te huren in de buurt van zo'n huis wat bestaat. En dat je dus aanleunt situaties kan creëren waarmee je weer een jaar of 10 bij wijze van spreken vooruit kan. Op welke manier besteden jullie er aandacht aan als werkgroep? We proberen in kaart te brengen inderdaad hoe groot die groep is. Hè. Dus wetenschappelijk onderzoek om te weten hoeveel mensen en welke problemen zij hebben. Wat kunnen we voor ze doen? Welke oplossingen zijn er? Welke belemmeringen zijn er? Als we nou naar die bezuinigingen kijken in de gezondheidszorg. Hè, kan die aanleunwoning straks nog wel? En hoe ga je dat dan betalen? Op welke manier? Dus dat hele plaatje proberen we helder te krijgen. Binnenkort geven we ook de eerste voortgangsrapportage af richting de staatssecretaris. En dan zullen we hem gewoon op een mooie manier proberen te wijzen op al die knelpunten en oplossingen die er zijn. Wat ik Koen steeds hoor zeggen is, toch wel tussen de neus en lippen door, we weten eigenlijk nog zo weinig. Oftewel, research is ontzettend belangrijk. We hadden hier gisteren hoogleraar Hilde Geurts en ik hoorde haar regelmatig zeggen, daar is nog discussie over. Daar moeten we eigenlijk nog meer onderzoek naar doen. Ja. Denk je dat onderzoek er voldoende onderzoek zal zijn de komende jaren? Ja. Of moeten we heel hard op de trommel slaan om dat te behouden? Behouden, maar we zullen juist ook meer onderzoek moeten genereren. Kijk, als we hadden het voor deze uitzending even over inderdaad het geld wat er gelukkig toch ondanks de crisis nu beschikbaar komt voor onderzoek naar dementie. Jij wil het anders uitspreken. Dat zal er ongetwijfeld ook op allerlei andere terreinen weer moeten worden gevonden. Dus ook voor autisme zal er extra onderzoek noodzakelijk zijn. Er is juist bij dit probleem ook weer een extra rapport verschenen van de Gezondheidsraad. Er is ook door het ministerie, ondanks alle bezuinigingen, weer wat extra geld beschikbaar gesteld voor een academische werkplaats waar we extra praktijkgericht onderzoek rond autisme kunnen doen. Een vraag in de glazen bol voor jullie alle drie. En gooi het maar op tafel. Bestaat autisme over 40 jaar nog? Mag ik erop reageren? Want als ik achterdochtig ben, dan zit er een zekere cynische ondertoon in die vraag. Hè? Ga er maar op in. Maar ik ben niet achterdochtig, ik ben optimistisch. Ik hoop dat we de komende 40 jaar
met de nodige research zoveel kunnen bereiken dat we de woonsituatie en werksituatie voor autisme zodanig kunnen verbeteren dat je het eigenlijk niet meer ziet. Nou ja, ik dacht ook, het zou wel mooi zijn als over 40 jaar autisme vergelijkbaar is bijvoorbeeld met dyslexie. Een kind wat dyslexie heeft, die krijgt op school gewoon de ruimte om andere middelen te gebruiken, is toegestaan, krijgt meer tijd, er worden aanpassingen op gedaan. Simpelweg omdat gezegd wordt, kind heeft dat nodig. Nou, als we dat ook voor autisme kunnen bereiken, en we kunnen zo middelen inzetten waarmee iemand gewoon kan deelnemen en misschien wel onzichtbaar wordt met zijn autisme, en dat we dan een goed eind op weg zijn. Wim, je moet nog veel doen komende anderhalf jaar. Ik vrees het wel, maar het is gewoon nodig, dat is heel duidelijk. Ja, en je vindt het ook leuk. Ik vind het ook leuk. Het is bij jou in vertrouwde handen. Hartelijk dank, jullie alle drie, voor je komst naar onze geïmproviseerde studio. We zijn aan het einde gekomen van onze laatste uitzending. Wij vonden het als redactie, als groep een hele uitdaging om even 5 uitzendingen te maken en die ook nog eens online uit te zenden. Maar wij hadden er wel heel veel plezier in. Ik hoop van harte dat u het de moeite waard heeft gevonden, dat jij het de moeite waard vond om naar te kijken. We hebben in ieder geval gezien dat er veel gereageerd is via Facebook, via LinkedIn, via Twitter. Heel erg bedankt daarvoor. Top. Heeft ons geholpen om deze 5 programma's te maken. En natuurlijk dank ik op deze plek alle gasten die de moeite genomen hebben om hier naartoe te komen. Hoe gaat het nou verder met Autisme TV? Nou, eerlijk gezegd, dat weten we nog niet. Autisme TV, www.autismetv, blijft voorlopig online. Dus u kunt alle uitzendingen terugzien op, ik zeg het nog maar een keer, www.autismetv.nl, waar u misschien nu ook naar kijkt. Onder het kopje programma gemist staan alle 5 uitzendingen geprogrammeerd. We blijven voorlopig actief op Facebook, op Twitter en LinkedIn, want er is al een grote community ontstaan deze week. En we zullen die community ook laten weten hoe we nu verder gaan. Ik bedank u nogmaals voor het kijken. We sluiten deze aflevering natuurlijk weer af met mijn talent. En dat is dit keer het talent van Nikki. Dag. Nou, ten eerste, dat brengt mij heel veel vreugde. Ik vind het heel leuk om te doen. En op het podium, dan ben je gewoon even niet Nick. Dan ben je gewoon iemand anders. En ik denk dat dat nog wel het meest fijne is. Dat je gewoon even niet Nick de autist bent eigenlijk, maar je bent gewoon iemand die zingt. Ik denk nog steeds dat het kan, iedereen naast elkaar, soms droom ik ervan. Elk jaar is bij het Leeuw Kannenhuis is het Leeuws Kunstbende. En ik heb ook meegedaan. En in 2009 toen won ik Leeuws Kunstbende. En de winnaar mag altijd een single opnemen. Het is een nummer van Jan Smit. En Jan Smit is mijn allergrootste voorbeeld. Hij is gewoon heel vrolijk en dat kan je ook horen aan zijn liedjes. En ik ben zelf heel positief ingesteld en dat trekt me heel erg aan zijn muziek, dat hij gewoon vrolijk is. Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan. Ik heb klassiek autisme. Het is geconstateerd toen ik naar de middelbare school ging. Op dat moment ben je nog jong en dan... Dan hoor je het wel van dat je het hebt, maar eigenlijk doe je er niks mee. En, maar naarmate je ouder wordt, dan ga je er natuurlijk meer over nadenken. Ik schade me er gewoon voor. En dat heb ik nu nog steeds wel een beetje. Maar het wordt al steeds minder, want ik praat er ook veel vrijer en veel makkelijker over. Ik hoor vaker van dat ze het niet aan mij kunnen zien. Dat is aan de ene kant heel fijn, maar aan de andere kant is het ook een vuilkant natuurlijk. Omdat mensen denken van dat ik niks mankeer. En dan gaan ze dingen van mij verwachten en de lat heel hoog leggen, terwijl ik het gewoon niet kan. Mijn eerste droom is om een keer een duet te zingen met een Jan Smit of een Paul de Leeuw, vind ik ook heel goed. En hij heeft ook een lied geschreven over autisme en zo. En het zou ook een droom zijn om met hem een keer gewoon een duet te zingen. Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk. Een gulzig verlangen maakt dat nou niet stuk. Je moet je ook niet interesseren over wat anderen van jou denken. Ik bedoel, want jij bent zo. En als mensen over je denken van dat je gek bent of weet ik veel wat, laat ze lekker. Ik bedoel, het is toch jouw leven en als jij het niet kan, dan voel je.